Met de heel shit kun je heel mooi de mobiliteit eigenlijk van de voorkant van je schenen verbeteren. Vaak zie je dat dit ook best wel stijf kan zijn en dat het überhaupt zo kunnen zitten al behoorlijk lastig kan zijn. Kan ook wel kloppen, want we zitten eigenlijk tegenwoordig nooit meer op deze manier. We zitten heel snel op een stoel of op een hele andere positie. Dus het kan heel goed zijn om als je misschien aan tv kijken bent of als je even wat aan het lezen bent, op verschillende manieren ook op de grond te gaan zitten. En een van die oefeningen is de heel shit. Dus kun je überhaupt zo zitten? Je wilt eigenlijk hier wat rek voelen en kijken of je eigenlijk hier 90 seconden tot 2 minuten of misschien nog wel veel langer kunt zitten. Belangrijk is, forceer het niet. Het is belangrijk dat je geen echt pijn ervaart, maar dit kan wel heel oncomfortabel voelen. Wat je ook kan doen aan het begin is eventueel een kussentje ergens onder doen, onder je knieën of misschien in deze holte, dat je überhaupt zo kan zitten. Als dit goed gaat, dan kun je eventueel zelfs een beetje naar achter gaan leunen. Waardoor je eigenlijk nog meer rek krijgt op die voorkant van je schenen. Ook hierin speel je eigenlijk een beetje weer tussen 90 seconden en 120 seconden. Forceer het niet. Ja, en op een gegeven moment kun je misschien ook heel lang zo zitten en het op gaan bouwen. Een andere variatie erop is voor je grote teenmobiliteit. Wat ook heel belangrijk is met het voorbewegen. En dat is eigenlijk op deze manier zitten. Dus kun je überhaupt zo zitten? En hoe lang lukt dat? En ook hierin kun je weer een beetje spelen en kun je het uitbouwen. De mobiliteit van je voet en je enkel kun je op deze manier verbeteren. Succes!